Verlichting met komst Beekhuizenbrug. Met de komst van de nieuwe brug over het Saramacca-kanaal in Beekhuizen verwacht minister Patrick Pengel van Openbare Werken, Transport en Communicatie enorme verlichting in de verkeerssituatie. Bestuurders hebben met deze brug een extra optie om het Saramacca-kanaal over te steken. Met de komst van de nieuwe brug zullen de bedrijven in het omliggende industriegebied aanzienlijk kunnen besparen in hun transportkosten. In de huidige situatie mag zwaar transport niet over de brug bij Saramacca doorsteek. Deze voertuigen moeten nog een omweg maken om via de Koezewijnenbrug de oversteek te doen. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today.